Hey, goeiedag. Welkom terug. We zijn hier voor de Corona Box ceremonie. En in de hoofdrol, ik natuurlijk, en de Corona Box. En de slinger. Deze, ik weet niet of je je nog herinnert dat er iets van een slinger was. Maar ja, dat is dus hier waar dan al de overlijdens van de corona pandemie aanhangen. Ja, het is vandaag de eerste dag van de herfst. Hey, we hebben hier al een seizoen overleefd. Dus ja, een half jaar. En al het einde van de winter gaat, de lente, de zomer en nu komt de herfst. En ja, je weet wie dat de herfst om ons al hier, nee. Oké, ja. Wel. Er zijn in het dagelijkse nieuws zijn er ook nog de laten we zeggen, de soep van de regeringsvorming. Die Miro ergens een tienslagje of zo kent. Dus jammer. Maar we gaan moeten wachten, blijkbaar. Want ja, die soep, dat duurt wel lang. Het duurt eigenlijk al heel lang. Het duurt eigenlijk al recordlengtes lang. Nog een crisis. Bon, ja, vandaag dus, worden er weer vier overledens te melden. Dat is minder dan gisteren. Gisteren wordt de zevende. Maar ja, vandaag dus de viering. Een paar dagjes achter elkaar mooientje gehad. Dus ja, het is ter compensatie hier. Wees dat wel het aantal sterven van lichtjes aan het stijgen is. In vergelijking met vorige week om de 2 of 3. Is om nu de 4 gaan stijgen. Boom, ja, oké. Dus we gaan er aan beginnen. Dat zijn er vier. En natuurlijk, de besmetting stijgt nog altijd. Ik heb wel opgemerkt dat de curve van vorige week een klein beetje aan het oplaten is, maar ik heb ook het gevoel dat die cijfers van vorige week tot donderdag, vrijdag, dat ze nog niet compleet zijn. Dus ik vrees ervoor dat nog moet aangevuld worden. Dus ja, dat we van een afvlakking dat ik nog niet echt kunnen klappen. Dat nog een beetje afwachten is, hé. Ja. Oké. Dat is de situatie vandaag. Dit is een coronabox. En ik, hè. We gaan even genieten van het zicht. Het zicht heb. Ik wil dat gaan platsen. Het zegt app de Brionenstraat. Oké, zo, mensen, merci voor het kijken. Mocht er nog een gezellige avond van. En ik zie je elders morgen weer. Salut.